Ik kan wel mijn benen in mijn nek. Oh my god. Ik kan dit. Hey, hallo. Welkom op mijn kanaal. Met vandaag een hele bijzondere gast. Namelijk... Emerel. Oftewel... Merel Donders. Merel Donders uit Tilburg. Merel en ik zijn BFF's. Zo heet dat, hè? Ja. Al? Hoe lang? Je zei er 9, ja, ik dacht 10, maar het zijn er 9. Volgens mij is het volgend jaar 10 jaar. Dat is fucking lang. Dus wat mij nou leuk leek, is om elkaar nog beter te leren kennen. Misschien zijn er wel dingen die wij nog helemaal niet weten van elkaar. En nu heb ik op girlscene.nl een hele mooie vragenlijst gevonden. Hij heet ook 40 vragen die je aan je BFF moet stellen. Echt iets voor ons. Hoe goed ken jij je beste vriendin? Mm. Je weet waarschijnlijk zo wat alles van elkaar. Maar toch zijn er misschien een paar leuke verrassingen. Nou, dat gaan we vandaag ondervinden. En we gaan ze niet alle 40 door, denk ik. Want dan wordt het een hele lange video. Oké. Okay. Okay. Mag ik beginnen? Ja. Ze zijn allemaal stom. Oh nee. Okay. Ik heb dus wel een mooie vraag. Wat is de mooiste plek op aarde en waarom? Thuis, denk ik. Ja? Wat een saai antwoord. Nou ja, luister nou. Ik heb toch niet heel de wereld gezien. Heel de aarde. Nee, maar je bent toch wel op andere plekken geweest? Waren die allemaal niet mooier dan thuis? Of laat ik het zo zeggen, wat is de mooiste plek waar je bent geweest dan? Want de mooiste plek op aarde, ik heb die ook nog niet ontdekt, denk ik. Nee, vind ik wel moeilijk. Want ik heb nog niet zo heel veel gezien, denk ik. Wat ik heb gezien... Nou, ik vond Curaçao heel tof. Niet per se, ik vond het mooi, maar niet per se dat je denkt... Wauw, het mooiste wat ik denk ik ooit heb gezien. Het is ook een beetje de vibe of zo, toch? Ik ben er nooit geweest. Dus mooi is überhaupt iets relatiefs. Dat is waar. Ik bedoel, het is maar net wat je mooi vindt. Nou, Curaçao staat wel in mijn lijst, sowieso. Is het vergelijkbaar met Bonaire? Want daar zijn we allebei wel geweest. Of is het compleet anders? Ik weet het echt niet. Ik ben nooit op Curaçao geweest. Ja en nee. Bonaire is wel echt een ander eiland. Zou jij koningin kunnen zijn? Tuurlijk. Nee, nee, absoluut niet. Ik denk 1 dag. Ja, een halve. Ja, een halve dag. En jij dan? Ja. Ja? Ja. Ja? Maar echt zoals Trix was, zeg maar? Zo nee. Of als in koningin uit Game of Thrones, want dat kan ik. Jouw hoofd gaat eraf. En de jouwe. En de jouwe. Geen probleem. Een soort van Oprah, maar dan andersom. Precies. En jij wordt ontdekt. En jij. Ik zou wel een goed team om me heen verzamelen. Dus eigenlijk ben ik dan gewoon center of the universe met mensen om me heen die me helpen. Ik zou niet de verantwoordelijkheid willen hebben. Het is een zware last hoor, koning of koningin zijn. Wordt wel een mooi huis. Sowieso, vind ik sick. Next question. Heb je ooit iets gebroken? Gehad? Ja. Ja? Ja. Mijn middenhandsbeentje. Ik wist niet eens dat het bestond. Wat de fuck is een midden? Ja, ik ken wel een middenvoetsbeentje. Dat zit hier zo. Toen ging ik skateboarden. Skateboarden heb ik nog nooit zien doen. Nou ja, toen was ik ook jonger. Oh. Toen had ik zelf thuis in de tuin bij mijn ouders een, nou ja, ik weet niet eens hoe ik het heb genoemd. Dus maar een ramp gebouwd. Ik denk dat ik dat probeerde te doen. Ik zie het al helemaal. Ja. En mijn ouders die hadden zo'n kuil achter in de tuin. Ja. Het heeft ook een bepaalde naam, geen idee hoe het heet. Een vijver? Nee, en ik had die plaat natuurlijk opgelegd. En met het idee, dan kan ik daar overheen. Dat ging natuurlijk anders dan ik had bedacht. En kon je er overheen? Ik ben er overheen gegaan, maar ja. Vrak, gewoon die. Maar dat jij ooit iets gebroken hebt, dat vind ik bijzonder met jouw lichaam. Ik denk dat ik wel meer in het gips en in het verband en in het heb gezeten, ja. Het klinkt nu natuurlijk super raar dat ik zeg met jouw lichaam. Maar weten jullie wat hypermobiel is? Merel is hypermobiel. Kan je iets doen? Kan je iets laten zien? Waardoor mensen begrijpen wat hypermobiliteit inhoudt. Haal even je arm uit de kop. Ja. Ik haal hem eraf. Ik kan mijn benen in mijn nek. Oh my god. Ik kan dit. Next question. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Wanneer heb ik voor het laatst gehuild? Oh, ik huil zo vaak. Gisteren, bij logopedie. Oh, moest je huilen? Ja, want ik raakte gefrustreerd. Oh, nee. Ja, iets lukte niet. Nou ja. Dus ja, ik moest even. Ik moest even. Volgende vraag. Met welke celeb... Ik zag hem ook. Maar ik weet het antwoord al. Ja, noem maar. Met welke celeb zou jij beste vriendinnen willen zijn? Nou, zeg dan wat je denkt. Anouk. Nee. Niet? Nee, ik zou... Oh. Ik zou wel met haar... bier willen drinken. Ik zou wel met haar sowieso bier willen drinken. Maar en, En ik weet ook iemand. En zeg maar gewoon leuk willen hebben. Maar beste vriendin... Ja, dat ben jij. Ik
Purple Lab als vriendin, hoor. Ding. Nee, ik maak dat een grapje. Maar wie? Ik eens. Nee, weet je wie ik ook... Mijn beste vriendin vind ik zo gek, want die heb ik al één. Ik zou jou ook niet willen inruilen voor iemand anders. Oh. Ook niet als je niet celeb was geweest. Maar ik zou wel bijvoorbeeld heel graag een keer willen bierdrinken met Adele. Ja, die wilde ik ook. Misschien kunnen we samen vragen of ze onze mattie wil zijn. Ja, wie weet. Zou lijkt me echt leuk, man. Ze lijkt me echt leuk, ja. Superleuk. Misschien ook wel helemaal niet. Misschien heeft het wel helemaal mis. Je moet je altijd afvragen, wil je echt zo iemand ontmoeten? Ik heb daar wel eens over nagedacht, hè. Want je weet, ik ben een onwijze fan van John Mayer. Maar ik heb wel eens hele nare verhalen over hem gehoord. Echt van mensen die met hem gewerkt hebben. Van mensen van platenmaatschappijen en ook muzikanten. Dat hij niet de meest prettige persoon is in omgang. Toen dacht ik, ja... Weet je, wil je dan zo iemand wel ontmoeten? Want je weet niet hoe iemand echt is. Ja. En straks valt het heel erg tegen. En dan ben ik ook heel erg afgeknapt op zijn muziek. En dat geldt dan voor Adele ook. Dat ik dan denk, ja, oké, zoek jij het lekker uit. Jouw cd's gaan de prullenbak in. Maar toch denk ik dat het bij haar niet gaat tegenvallen. Ja, ik denk ook niet. Ik denk dat zij superleuk is. Mm-hmm. Kan niet anders. Oké, nou. Dan hebben we dat gemeen. Wat leuk. Wat leuk! Jij bent... Als je een taart zou zijn, welke zou je zijn? Godsamme. Wat voor taart? Waar slaat het op? Wat is er dan voor vraag? Ik denk dat ze bedoelen... Wat is je lievelingstaart? Een zachte buitenkant. Een hart van binnen. Oh, of jezus, anders soort, of zoiets. Dus denk je dat het zo diep is? Oké, dan vind ik het weer een hele moeilijke vraag. Het eerste wat in me opkwam was carrot cake. En waarom? Omdat ik dat lekker vind. Wat voor taart zou jij zijn? Red Velvet. Red Velvet. Ik krijg wel een droge bakkersie van. Ja. Geloof je in geesten? Ja, ik geloof in geesten. Ik heb genoeg redenen om daar... Ik heb ze gezien. Ja, ik ook. Oké. Okay. Vaker dan eens. En soms nog. Hier ook? Ja, nu even niet meer alleen. Maar ik heb dat wel 2 maanden geleden of zo. Was dat heel even best wel erg. Vond ik ook niet fijn. Nee, okay. Moet je niet weten wie het was of zo. Nee. Goed verhaal. Geloof je in aliens? Minder. Minder? Ja. Ja, laat ik het zo zeggen. Er zijn mensen die daarmee communiceren, weet je. Maar ik heb dat nog niet ervaren. Nee. Dus ik ga niet zeggen dat het niet zo is. Want ik weet dat niet. Maar ik ben daar minder mee bezig. Dus ook niet echt. Ik ken wel iemand. Ik weet niet of jij hem ook kent. Die zegt ooit... Nou weet ik niet meer of die ooit is meegenomen. Of af en toe wordt meegenomen. Ja, ik weet niet of ik dat moet geloven. Ik geloof niet zozeer in aliens als in groene mannetjes met grote hoofden en grote ogen. Maar ik denk wel dat ik geloof in buitenaards leven. Ik geloof niet dat wij de enige zijn. Nee, dat geloof ik ook niet. Dat vind ik wel heel interessant. Vroeger, toen ik nog heel klein was, wilde ik altijd astronaut worden. Alles wat met het heelal te maken heeft, dat vind ik super interessant. En ik lees daar ook vaak over. Maar je wil nog steeds naar de maan, toch? Er zijn een paar dingen die ik wil doen voordat ik doodga. Nou, ik hoef niet per se naar de maan, maar een klein rondje. Oh, die wil even gewoon... Ik wil gewoon even kijken. Gewoon even... Je vindt een raket zo. Hallo. En dan weer naar huis. Ja. Ja. Crazy. Lijkt me fucking gruwelijk. Van welk liedje word je happy? Dat is een liedje van Hall & Oates. You make my dreams, tussen haakjes, come true. Als je iets materialistisch mocht kopen en van te weinig geld was geen sprake, wat zou het dan zijn? Ik heb niet iets heel duurs wat ik wil hebben. Nee? Nee. Nee? Een droger. Een droger? Ja. Serieus? Die moet ik nog hebben. Maar, als je al beetje... het geld van de wereld hebt, dan wil jij een droger kopen. Ja, nou, nee, dan zou ik een apparaat kopen wat al de was voor mij doet. En drogen en al die fucked up dingen. Heb je zo'n hekel aan de was doen, ja? Weet je wat ik denk ik zou doen? Ik zou een huis kopen in het buitenland. Waar ik gewoon naartoe kan wanneer ik wil. En dan op een mooie plek ergens waar het altijd lekker weer is. Dat zou ik denk ik doen. Of ik koop een camper. En dan ga ik van Oost-Amerika naar West-Amerika. Roadtrippen. Superleuk. Dat wil ik sowieso nog een keer doen. Burgerlijk ook. Nee joh, gek. Dat is toch superleuk? Burgerlijk? Mm-hmm, ja. Ik ben goed bij je hoofd. Waar is die tijd dat we gewoon helemaal gewoon dillen over straat komen? Gewoon van dronken. Dat is zo wasted waren. Nou, dat kan ik niet meer, Merel. Dat kan ook niet. Als je een camper hebt, kan je niet rijden. Nou, je kan toch slapen in die camper? Ja. Je hoeft toch niet te rijden per se? Ik ben er gewoon te oud voor inmiddels. Ik kan het gewoon niet meer. Ik ben na 2 wijntjes, 3, ben ik gewoon dronken. Ik ben dronken. Dat is heel erg. En dan vervolgens moet ik 6 dagen bijkomen. Dus toen ik 23 was, kon ik de wereld aan. Nu ik 33 ben, ben ik gewoon een wrak. Ja, die is wel pijnlijk. We hadden het er vanmiddag nog over dat het hele volwassen worden en het ouder worden, het is gewoon... Niet leuk. Nee, ik vind er geen reet aan. Kom ons halen. Help. Send help. Heeft iets of iemand ooit je leven gered? Ja, zeker.
Ik was, als ik mijn ouders moet geloven, vroeger een vrij vervelend kind. Ik ontsnapte regelmatig uit de tuin of uit huis. Als zij even niet opletten, dan was ik gewoon weg. En dit gebeurde toen ik denk ik een jaar of 5 was. Ik weet niet precies hoe oud ik was. Maar mijn moeder was even wat aan het doen en ik was dus weer eens ontsnapt. En bij mijn ouders in de straat heb je een stukje verderop een bruggetje en een slootje. Slootje, gewoon een sloot. En ik dacht, ik had een stok gevonden en een stuk touw. Dus ik dacht, hé, 1 en 1 is 2. Ik ga vissen. Ik ben aan de waterkant gaan staan en ik gooi dat ding, mijn hengel, in het water. En ik blijf ergens achter hangen met die stok, denk ik of zo. En ik val in het water. Tuurlijk. En ik kon natuurlijk dan niet echt zwemmen. Dus ik verzoop bijna. Maar gelukkig waren er een aantal meisjes van een paar straten verderop die mij hoorden. Want die hoorden deed dat help. Dus die zijn aankomen rennen en die hebben mij gelukkig uit het water getrokken. Want anders had ik hier helemaal niet kunnen zitten vandaag naast jou, Merel Dommers. Het is zo lang geleden. Maar ik leef nog. Ik heb ook wel je leven gered, denk ik. Ja, wie was mijn leven gered? Ja, gewoon die fles afpakken. Fles whisky aan mijn handen drukken. Genoeg. Oké, ik denk dat het tijd is voor de laatste vraag, Merel Dommers. Is er iets wat ik kan doen waardoor je leven leuker en makkelijker verloopt? Ja. Cringe. Nou, wat dan? Je moet je vaker zien. Dat sowieso. We wonen natuurlijk best ver uit elkaar. Relatief ver. Ja, 1,5 uur is wel een ding. Met de auto. Met de auto, ja. Met de trein is nog langer. 2,5. Dat maakt wel dat je niet meer even bij elkaar gezellig eten of zo, ja. Weet je wel. Of ja. Dat je... Je kan niet zomaar even bij elkaar langs. Nee, en zeker nu, weet je, met heel die corona. Is tante Cor. Maar dat er dus ook niet meer heel veel evenementen of dingen zijn waar we dan samen heen kunnen, snap je? Dus je bent wel... Het is nu gewoon aan onszelf. Wat op zich niet erg is. En we zijn al goed op weg. Nou ja, we hadden een tijdje geleden een deal gemaakt dat we elkaar 1 keer in de maand zouden moeten zien. Dat is tot nu toe nog niet helemaal gelukt. Half? Het is 1 keer in de 2 maanden geweest of zo. Oh, wat was de vraag ook alweer? Wat ik kan doen om je leven leuker en makkelijker te laten verlopen. Ik, jij. Dat we elkaar vaker zien en spreken. Ja. Ja. Er zijn heel veel dingen die ik nog wil doen met jou. Of vakantie. 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 Ja, dat zou ik wel leuk vinden ook. Heb ik nooit gedaan. Oh, ja, nooit. Half. City trip. Ik ga afronden. Oh, sorry. Maar ja, nou, jij hebt nog geen antwoord gegeven. Of zij hetzelfde? Hetzelfde. Oh, saai. Zei je? Nou ja, als ik heel eerlijk moet bekennen hoe jij mijn leven makkelijker kan maken, is dat je gewoon mijn hele huishouden komt doen elke dag natuurlijk. Goed. Nu ga ik afronden. Dank jullie wel voor het kijken. Dank je wel, Merel. Dat je te gast wilde zijn in mijn... Talkshow. Ik vond het leuk. Ik vond dit leuk om te doen. Ik hoop ook dat jullie het leuk vonden om te zien. Vond je dit nou leuk? Wat moet je dan doen? Wat moet je doen? Liken. Subscribe. Ja. Like en subscribe. Je weet zelf. Ja, dankjewel. Tot de volgende keer. Tjalas.